3 uur en de zon is aan het zakken. Over een half uur is hij helemaal gezakt. En over een uur is het donker. Joepie! More about yourself. Well, I'm kind of in a mystery wrapped in the enigma. Wait, the lighting, if we're gonna do this interview, the lighting has to be, yeah, this is perfect. Yeah, gorgeous. Do you want to be with the Christmas tree? Yeah, I want this to be. Yeah. I'm very Christian, so I want the tree to be in the background. Been around this world once or twice, actually like 7 times at this point. But it's all in Asia, so I don't know if that's like. It does really, not around. That's not an entire revolution, I suppose. I mean, unless you straightened out the trajectories. I've been around the entire planet twice by some accounts. I've been called Mexican by a lot of people in my life. They're not wrong. I like curry. Yes. Cinnamon cookies. Cake. Different kinds of beer. Only like. About to say. That's about it. That's a great interview for the vlog. Thank you. You're welcome. Beautiful. Take a video of this too. Take a bite of your falafel, Aaron. Am I doing it right? Yes. Yeah. I know, right? Just don't. Please. I have to. Bij het einde van de vlog. Ja, het is vandaag maandag. Ik heb het afgelopen weekend vooral veel niks gedaan, terwijl ik deed alsof ik aan het leren was. Ik heb donderdag een werkgroepachtig ding waarin we een rollenspel moeten doen over een bijeenkomst van de regering en wat NGO's in een denkbeeldig Afrikaans land. En daar moet ik heel veel voor lezen. En dat heb ik vooral heel veel uitgesteld. Dus vandaag heb ik de hele dag in de bieb gezeten. En nu moet ik nog 2 artikels. Dus dat komt al goed. Verder deze week Thanksgiving. Dat was echt vet sick. Echt zoveel eten. Dat was echt zo lekker. Ik had mac and cheese gemaakt. En de stuffing
Wat basically gewoon brood met kippenbouillon en selderij is. Maar goed, het was best lekker. En er was dus kalkoen. En dat was echt heel erg lekker. En verder had iedereen gewoon nog wat dingetjes meegenomen. Er was shepherd's pie. En anyway, het was echt top. En aanstaande vrijdag heb ik nog een Thanksgiving diner. Omdat Angelica dit weekend in Parijs is. En volgend weekend is ze jarig. Dus ze wilde graag nog een Thanksgiving ding doen. Dus we gaan het gewoon allemaal nog een keertje doen. Aanstaande vrijdag. Dus dat is vet leuk. Verder heb ik hele lekkere falafel gegeten. 2 keer. Eerste keer in Lund bij de kebabwakenen. En de 2e keer bij Yalla Yalla in Malmö. Ik hou inmiddels een lijstje bij met ratings van falafel. Ze hebben allebei 9 uit 10 gekregen. Dus was top. Dus ja, een week vol met hoogtepunten. Dus tot zover de vlog. Doei!